Ja, het komt denk ik wel een beetje door mijn moeder, omdat zij tekenlerares is en ze nam ons altijd mee naar musea. En ik vond het dan nog meer dan mijn broertje leuk om die musea te bezoeken en te bekijken en te luisteren naar de verhalen van mijn moeder. Ik las vroeger ook al die historische jeugdromans en zo. En ja, ik ben wel heel erg geïnteresseerd in de geschiedenis ook. Ik heb onderzoek gedaan naar Nederlandse en Vlaamse schilders die in de 16e en in de 17e eeuw naar Napels gingen. En dan kijk ik ernaar hoe zij zich als kunstenaars en ook als buitenlanders in die stad vestigden. Of ze integreerden en op welke manier. Bijvoorbeeld of ze trouwden met plaatselijke meisjes of misschien wel met landgenoten. En of ze zich aanpassen aan wat er ter plekke wordt geproduceerd wat betreft kunstwerken. Dus professioneel als gastarbeiders, als je het zo wil zeggen. Nou, een hele mooie vondst die ik heb gedaan is een document dat ik heb gevonden in het bisschoppelijk archief van Napels. En dat is een aanklacht tegen een van mijn schilders, Matthias Ston. En in die aanklacht wordt er eigenlijk gezegd dat hij verkeerde vrienden had. Engelse en Nederlandse schippers. En dat hij de paus beledigde en het sacrament van de mis. En dat is dus een voorbeeld van hoe mogelijk protestante buitenlanders bejegend werden. En waar ze dus tegenaan konden lopen als problemen. Los daarvan is het een hele belangrijke vondst, omdat het überhaupt het eerste bewijs is dat die Matthias Ston aanwezig was in Napels. En mobiliteit van kunstenaars is heel belangrijk voor de ontwikkeling van de kunst. Kunst heeft eigenlijk altijd een belangrijke rol gespeeld in het leven van mensen. Zowel voor hun geloof als emotioneel, als in het dagelijks leven. En het is heel belangrijk om te begrijpen hoe dat functioneerde. Ik ben Marije Osnabrugge, promovenda aan de Universiteit van Amsterdam.